Oké. Okay. Oké, okay, man. Here I am. Ik heb eens een grapje over Hulk Hogan. Hij hey, die worstelaar. Dit is een filmpje en dan gaat zijn dochter schijnbaar trouwen. Broek. Met een andere worstelaar. Maar die krijgt op een gegeven moment slag. En dan de klonenstopper stoppen pal tegen zijn kop. Hier, zeg maar. Niet achter het onder zijn schotten is. en maar hier op zijn kop. De klonenstopper. Dus dat ging niet door. Nee, Broek kreeg haar huwelijk dus eigenlijk niet. Dat is best grappig. Maar... Hulk Hogan, die waren dus ook maar op het podium niet, maar in de ring gebeurde er zoveel. Dat wil je niet weten, dan moet je zelf bekijken. Gewoon dat filmpje Hulk Hogan, Married, Bully, nog eens Bully Ray of zo. Want dan kijk je op YouTube, ik zal hem bijposten als ik kan. Als ik hem aanbevolen. Ik zet er wel bij. Hè, bij uh, wat je dan moet doen. Maar in ieder geval, Hulk Hogan, jongen, die, die speelt gewoon toneel. Die man die waren ook een nationaal hoor. Die wil ook gewoon feitelijk gewoon hebben dat zijn dochter ging trouwen. En toen gebeurde dat, maar die had geen klappen gekregen, maar er gebeurde zoveel in de ring, maar die lachte gewoon te Ah, ik heb pijn, ah. Oh. Ja, ik word, ik heb pijn, snap je? Nou, als je dit grappig vindt hier, kom komt lachen, dat snap ik dan niet, hè. Dat snap ik dan niet. Dan ben ik mijn fantasie op, hoor, Maar vooral, dus zie je het voorhoek. Kun je het film zelf nakijken, maar dan denk je, nou ja, jongen, ik heb toch ook ballen. houden. He? Ik heb toch ook godverdomme de ballen, hè. Fuck you! En dan fuck je gewoon naar nou, de af. terwijl ik zou niet meer kunnen lachen. Maar wel als ik ook hoog hoge. Als ik ook hoog hoge. Daar gewoon ligt de rust in de ring. En het klappen het gat. in oude man. Dat is te grappige.